je moet ook echt keuzes maken. Keuzes maken. En dat is eigenlijk wat ik ook heb gedaan. Keuzes. Ik denk dat het voor alle disciplines geldt, wat je ook doet. Hi, welkom. Je kijkt naar de allereerste aflevering van Toonbeeld. Een nieuw programma van Voorbeeldalig Toon op YouTube. We gaan 10 mensen in dit seizoen gaan we interviewen die een voorbeeldverhaal vormen. Een positief verhaal van allochtoon iemand. En vandaag ben ik eigenlijk in Amsterdam, in de Indische buurt. En hier hebben we eigenlijk een interview met een hele bijzondere jonge man. Een Turkse jonge man uit Deventer. Die eerst het criminele wereld belandde. Toen in de gevangenis terecht kwam. En toen hij uit de gevangenis kwam, werd zijn boek gepubliceerd. En zijn verhaal sloeg zo goed aan dat nu bestseller is geworden. En hij geeft nu in dit gebouw een lezing. En we hebben een aanvraag gedaan of we een interview na de lezing met hem mogen hebben. Dat is goedgekeurd. Het is nu even wachten tot hij klaar is met zijn presentatie. En kunnen we een interview met hem houden. Tot zo. Euskin, leuk dat je voor ons tijd wilde maken naar je lezing die je net hebt gegeven. Mm-hmm. Dankjewel daarvoor. Eerst was je dus het verkeerde pad opgegaan. Mm-hmm. En toen kende jou eigenlijk niemand. En degene die jou kende, kende jou op een andere manier. Ja. En op dit moment is er gewoon compleet iets anders aan de hand. En je bent ineens heel bekend en iedereen wil wel wat van je. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met je? Het is moeilijk soms te bevatten dat het allemaal gebeurt, omdat het heel snel is gegaan en ik had er geen controle over. Ik werd echt geleefd als het ware. Maar naarmate de tijd vordert word je wel iets kritischer ten opzichte van wat je accepteert en wat je gaat doen. Omdat je toch ook te maken hebt met een soort van beeldvorming rond je persoon. Ik ben nou niet per se heel erg bezig met imago. Ik heb ook gewoon echt bijna alles geaccepteerd wat er op mijn pad kwam de afgelopen maanden. Ik probeer er overal waarvoor ze me vragen. Ja, voor zover ik kan, doe ik dat en ga ik erheen. En ja, ik kan nog niet heel goed bevatten van wat het is. En ik denk dat het wel komt hoor, naarmate de tijd vordert. Mm-hmm. Maar vooralsnog ben ik gewoon, zit ik er eigenlijk middenin. En genieten is er ook niet bij. Wat doet dat met je als persoon? Sta je anders in het leven? Nou, ik heb niet het gevoel dat ik veranderd ben in de afgelopen periode. Ik heb niet het gevoel dat ik me nu anders ben gaan gedragen. Ik merk wel dat de mensen om me heen zich anders gaan gedragen. Wat bedoel je? Nou, je hebt met twee dingen te maken. Ten eerste heb je te maken met mensen die het je niet gunnen. En je hebt een groep mensen die je al heel lang niet had gesproken, 5 of 6 jaar, met wie je ook helemaal niks had. Ik dus in dit geval. En die dan opeens weer vrienden willen worden en die dan weer een biertje met je willen gaan drinken of die weer met je willen gaan hangen. En ja, dat vind ik ook vreemd. Ik heb nog steeds dezelfde vrienden als van voor het boek. Hoe ga je persoonlijk met succes om die je nu hebt? Slecht, denk ik. Laat je het echt op je afkomen? Of, ik weet niet precies wat je... Of stel jezelf ook grenzen van tot hier ga ik en niet verder en dan zet ik even stop en dan pak ik mijn rust of... Nee, ik vind niet dat je jezelf... Er zijn mensen die niet graag naar buiten treden of wat dan ook, maar ja. wat grenzen betreft, als er een grens is, dan ben ik misschien pas op 10% van die grens. Want uiteindelijk moet wel het doel meer en beter zijn. Wat dat betreft ben ik wel echt een strevertje. Jij zei tijdens de presentatie, zei je van... Ik leerde thuis meer dan op school. Het is niet per se goed wat je dan maar thuis leert. Wat ik in de lezing zei, is dat ik... Als schrijver, hoe ik mezelf heb ontwikkeld, dat ik daar vooral thuis het meest heb geleerd, omdat ik precies wist wat ik wilde. Waarom werd schrijven jouw passie, terwijl je eigenlijk vertelde van eerder las je nooit, je hield niet van schrijven, je was er niet mee bezig, maar ineens werd het je passie en niet iets anders? Ik denk dat die liefde voor literatuur, voor het woord, voor het geschreven woord, dat die gewoon altijd wel in mij heeft gezeten, alleen dat die nooit is aangewakkerd. Er zullen ook heel veel jongens nu hier in Amsterdam of in Deventer of welke stad, Utrecht, Groningen, noem maar op, zijn, met mijn achtergrond, die een bepaald talent hebben. Maar als er niemand is in jouw omgeving die jou stimuleert of die jou überhaupt in aanraking brengt met die vormen van kunst... Moet je zelfs op zoek gaan naar zo iemand of moet je het op je laten afkomen? Wie is je in dit geval? Gewoon de gemiddelde jongere in Amsterdam. Die
Het is eigenlijk, je moet geluk hebben denk ik ook, dat je überhaupt in aanraking komt daarmee. Maar het is daarbij wel handig als er mensen in je omgeving zijn die jou met verschillende disciplines van kunst in dit geval confronteren. Of misschien is iemand wel heel goed, weet ik veel, met cijfertjes of wat dan ook, maar let hij op school niet goed op. Maar heeft hij eigenlijk wel heel goed talent daarvoor. Het is wel, het moet wel aangemoedigd worden. Soms hebben mensen een duwtje nodig in de goede richting. Wat voor tips zou je kunnen geven om voor jongeren die nu veel op straat hangen de weg niet terugvinden, om hun weg terug te vinden? Om daar te komen waar jij bent. Ik vind, laat ik van op zich, zo'n bijzondere plek waar ik nu ben, hoor. Dat wil ik eerst even zeggen. En ten tweede denk ik voor een jongere die het vermoeden heeft dat hij een bepaalde passie of een bepaalde droom heeft, zou ik zeggen van maak duidelijke keuzes. Van wat wil jij? Wil jij met je vriendjes gaan stappen vrijdag, zaterdag of misschien zelfs donderdagavond? Wil je achter de meisjes aan gaan lopen? Of wil jij je passie realiseren? Wil jij je droom realiseren? Je moet voor jezelf duidelijk. Kijk, niks komt aanwaaien. Je kan bijvoorbeeld een voetbaltalent hebben. Maar dat betekent niet dat je alleen maar moet voetballen. En dat talent dan wel goed komt. Nee, dat betekent ook dat je buiten die training om. Dat je dan alles in leven zo moet organiseren. Dat jouw talent tot volledige ontplooiing komt. En dat geldt ook voor mensen in de kunst, dat geldt voor mensen in de politiek, in de economie. Je moet veel opgeven. Je moet duidelijke keuzes maken in het leven en je moet kiezen wat je nou werkelijk wil. Je kan niet en losbandig leven en keihard studeren om componist te worden of wat dan ook. Dat kan gewoon niet. Vooral voor jonge jongens, wanneer je nog het meeste kan leren, vooral in die fase van je leven, moet je durven. Om ook om je ook af te zetten tegen vriendjes en vriendinnetjes die misschien geen droom hebben of die heel andere idealen hebben in het leven. Of misschien juist geen idealen hebben en daardoor maar doen wat ze willen. Als jij voor jezelf wel duidelijk voor ogen hebt wat je wil doen, moet je daar ook helemaal naartoe gaan leven. Je moet ook echt keuzes maken. En dat is eigenlijk wat ik ook heb gedaan met mijn schrijfcarrière. En ik denk dat het voor alle disciplines geldt, voor wat je ook doet. Duidelijk. Yes. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, graag gedaan. En bedankt voor dit geweldige interview. Ja, ook bedankt. En voor de lezing. En fijne reis terug naar huis. Dankjewel, George. Thanks, man. Oh, ik zat echt. Grappig.